Dit is nieuwsuitzending nummer 118. En wij gaan praten, nee, wij gaan luisteren naar een Duitse man. Die is geboren in Hamburg en hij heet Jörg Klinsmann. Het is een beetje moeilijk voor ons Nederlanders om dat uit te spreken, want je zegt zo snel Jörg. Hij heet niet Jörg, hij heet Jörg. En niet Jörg met een K of met een U. Dus J-O-umlaut-R-G. Dat is een Duitse. Nou, gaan we kijken of we hem kunnen bereiken. Een 7:15 hadden we afgesproken. En nu is het 7:30, want hij heeft een kwartiertje nodig om erbij te zijn. Oei, hij staat een beetje hard, denk ik. Even kijken of hij kan versturen. Ja, Perry, excuseer. Ik heb gezegd dat ik ga schrijven als ik klaar ben. Ik heb nog 3-4 minuten nodig. Ah, kein probleem. Ik heb nog niks geschreven vandaag. Oh, kein probleem. Kein probleem. En dan ben ik er zeker van jou. Ja. Excuseer. Tot zo, hè. Bis bald, ja. Ja, dat was hem dus. Dus 3-4 minuten. Hij was nog even bezig. Jörg Klinsmann is geboren in Hamburg. En hij woont nou in België. En hij praat Engels. Nou, jij kent dat niet. Hij weet van de woorden zoals usury en usurper en al die andere Engelse woorden. Die lastige Engelse woorden, die kent hij allemaal. Perdition, dat is ook zo'n woord. Wat betekent perdition? Ooit van gehoord? Ja, lul. Maar Jörg Klinsmann is een Duitser en die weet wel wat perdition betekent. En jij wil dat hopelijk ook weten. En zo dadelijk gaan jullie naar Jörg Klinsmann luisteren. Of je gaat dood. Dat is een grapje natuurlijk, want je gaat altijd dood. Dus ja, daar moet je niet zoveel van aantrekken. Oh, we wachten gewoon even. Ik heb ter voorbereiding. De schienkast die loopt nou al. Dus ter voorbereiding heb ik dus eventjes de King James erbij gepakt. Dus als Jörg Klinsmann zo dadelijk begint over een of andere bijbeltekst en jij denkt, die vent die lult uit zijn nek. Nee. Dan kan ik het hier opzoeken. Ja? Dit is een Jezuïten-site. Daar kan hij ook wel wat lelijks over zeggen. Prisonplanet.com, dat kunnen we helemaal in onze moet je gewoon verstoppen in je playpapier, denk ik. Ik hou niet van Alex Jones. En van deze jongens ook niet. Maar ik hou wel van wat Jörg Klinsmann zegt. Ik vind hem een aardige kerel. Of een aardige klootzak, mag je ook zeggen. En hij is een Hij is bijbelgelovend, maar dan moet je hem maar vergeven. Zo erg is dat niet, dat iemand de bijbel begrijpt. Het is een kwestie van kennis, namelijk. De bijbel, ik heb zoveel boeken gelezen, Klojo, sorry dat ik dat zei, maar ik heb er zoveel gelezen. Het enige wat bovenaan staat, dat is de Bijbel. Daar kan geen Grundlage der Moral tegenop. De Grundlage der Moral van Arthur Schopenhauer is een hartstikke mooi boek. Dat moet iedereen lezen. En ik wil ook gewoon dat iedereen dat leest. Maar dat kan niet tegen de Bijbel op. De Grundlage der Moral is een Dat is Duits natuurlijk, hè? Dat is de grondlegging van de moraliteit, op zijn Nederlands gezegd. Fundamentals of morality, op zijn Engels.
Grundlage der Moral. En dat boek, dat is niet zo dik als de Bijbel. Wel mooi. En de Bijbel is dikker en beter en ouder. Los van het feit dat Herr Arthur Schopenhauer, dem Philosophicus, die heeft dat mooi opgeschreven. Dem het dat mooi schrieb. Dat boek is wel waar, de Grundlage der Moral. Tuurlijk is dat waar. Maar de Bijbel is mooi. Er zit veel meer in. Met de Bijbel kan je meer lachen dan met Arthur Schopenhauer. Vind ik dan. En nu is dus de. Nu is de vraag: kan ik dan Herr Gliesman terugroepen? Want hij zei 4 minuten. Het is nu 36, dus dat is 7. Dus in principe. Misschien is hij uitgetypt. En nu moet hij natuurlijk even een kopje thee halen. Want Herr Gliesman die drinkt geen koffie. En je kan er ook gif op innemen dat Herr Gliesman geen suiker consumeert. Hij consumeert ook geen melk. Dat zouden jullie ook eens moeten uitproberen. Ik heb dat uitgeprobeerd. Ik heb dat ausprobiert. Dus ik weet hoe dat voelt. En dat is hartstikke lekker. Ja. We hebben contact met Herr Gliesman. Dag Perry. Goedendag. Goedendag. Guten Tag. Ja. Ik zat eraan te denken. Ik kan een soort Nederlands praten. Wat gelijk is aan Duits. Aha. Ja, dat was gewoon gelijk, een grap van tevoren. Ja, gelijk in de Limburgs. Gelijk als het Limburgs, ja. Ja. Wie geht's? Hoe gaat het? Goed, goed. Weet ik eigenlijk dat wat je altijd zo. Je zegt altijd op het einde van je video zo. Tschüss. Ja. Weet ik dat dat een woord is van Hamburg? Is dat zo? Ja. Ah. Dat heb ik niet geweten. Ik vond het gewoon leuk klinken. Heidi Kabel, een beroemde Duitse Hamburger actrice van een theater. Ja. St. Pauli Theater in Hamburg. Die heeft er meer dan 50 jaar op de planken gestaan. Mhm. Die heeft dus de keer zelfs een lied erover gezongen. Dat zegt, in Hamburg sagt man tschüss. Ik dacht dat het Zuid-Duits was. Nee, het is Hamburgs. Bei Weise von Spreke, Hamburger Dialekt. Hamburgs in elk geval. Daarover wilde ik niet praten waarschijnlijk vandaag. Dus. Nee, precies. Het woord is aan jou natuurlijk. De opname is al lang gestart, dus ik heb je al geïntroduceerd. En welk ding wil jij opvatten? Ach, weet je, Perry, er zijn zoveel dingen die we zouden kunnen oppakken. Ik weet het. Ik weet in feite niet van al de dingen die ik zou kunnen oppakken waar te beginnen. Maar ik kan een keer het volgende zeggen. Ik heb op mijn kanaal ben ik vooral bezig met, naast andere dingen, als ik Hour of the Truth Show maak of zo, ben ik bezig met boeken te lezen. Aha. En ik lees deze boeken niet op voorhand, omdat ik gewoon veel te weinig tijd heb om een boek 2-3 keren te lezen. Aha. Ik kies een boek, ik lees een kapitel en dan lees ik het en dan neem ik dat op als ik het lees. Aha. En dan publiceer ik dat als video. Ik heb dat zo gedaan met Rulers of Evil, ja. Heersers van het Kwaad. Ja. Even een korte interruptie. Ja? Voor mijn luisteraars, voor degenen die naar ons luisteren. Dit moeten jullie echt luisteren. Het boek Rulers of Evil, Herrscher des Bösen. Herrscher des Bösen, ja. Ja. Frederick Tupper Saucy. Dat heb jij en Tom Fresh ontzettend goed besproken.
Dat geht um die Wahrheit. Het gaat om de waarheid. Wat is er geschied? Wat is de geschiedenis? We kunnen wel als Teletubbies in Lalaland in de rondte blijven lopen. Nu mag jij weer. Okay. Ik hou mijn mond. Ja, nee, dat is fijn. Ik vind dat mooi als we interacteren. Kijk, dat boek Rulers of Evil wordt door vele mensen ook geattackeerd. In dat boek Rulers of Evil staat geschiedenis erin met die vele mensen niet akkoord gaan. Je kunt je misschien nog herinneren dat wij in het begin, als wij eens een keer van die uitzendingen hier opgenomen hebben en die als video jij gepubliceerd hebt op jouw kanaal en ik dan later op de mijne, dat we in het begin over Eric John Phelps spraken. Ja. En bijvoorbeeld staat in Rulers of Evil staan een paar dingen daarin die historisch bewezen zijn, maar die Eric John Phelps gewoonweg niet wil accepteren en die hij attackeert en andere mensen ook. Dus dat boek is zeer, zeer belangrijk. En ik ga daar niet veel over uitweiden, want eigenlijk wilde ik daar niet naartoe. Maar ja, precies. Het is deine Sendung. Ja, ja, maar als je Rulers of Evil kunt vastkrijgen, je kunt het ofwel kopen online, dat bestaat nog altijd, maar het kost vaak $150 of meer. Ja, ik kan het gewoon downloaden. Ik heb het gedownload. Ik heb het gratis gekregen van mijn friend Brad Norman in Amerika. Die heeft het mij gratis toegestuurd, samen met nog een paar andere boeken, waar we het straks over gaan babbelen. Of je kunt het natuurlijk gratis downloaden op het internet, gelijk jij zegt, gelijk ik het ook als PDF van het internet in feite gelezen heb in de tijd. En het punt is gewoon, als jij het eerste kapitel van dat boek heeft 25 kapitels. Mm-hmm. Als je het eerste kapitel kunt refuteren, zoals ze zeggen in Engels, refute, ja? Als je dat kunt weerleggen, mm-hmm, bewijzen dat dat niet waar is, mm-hmm, dan moet je het boek niet verder lezen. Ja. Maar als je dat niet kunt weerleggen, dan moet je het verder lezen. Ja. En dan ga je gevangen geraken in een waarheid die je nog nooit eerder van je leven gehoord hebt. Ja. Vooral over de geschiedenis van de Jezuïten staan daar dingen in die je nog in geen ander boek gelezen hebt. En daar zijn veel boeken over de Jezuïten geschreven. Volgens Voltaire zijn in de 16e en 17e eeuw meer dan 6000 boeken over de Jezuïten verschenen. Ja. Probeer vandaag de dag nog eens een keer een deel daarvan vast te krijgen. Hier en daar vind je nog welke in oude bibliotheken, als je überhaupt nog in de bibliotheek binnenkomt en aan zo'n boeken aangeraakt, als je die daar überhaupt nog mag ontlenen of uitlenen of lezen of dergelijke dingen meer. En de meeste hebben ze zelfs niet meer. Meer dan 6000 boeken in de 17e eeuw over geschiedenis en ontstaan van de Jezuïten. Vandaag de dag vind je dat niet meer. Waarom? Omwille van dat de Jezuïten natuurlijk gesproken hebben om ons geschiedenis te veranderen. Zij schrijven het geschiedenis. Dus zij zijn dan niet meer opgezet als jij de waarheid ergens leest. Maar het punt over dat van Tapasosi die ik wil maken is dat hij heel veel dingen aanhaalt die van heel veel mensen aangetwijfeld worden, maar zonder vaste bewijzen. Tapasosi had een uitwisseling met Eric John Phelps, omdat Eric John Phelps hem een Jesuiten-coadjutator genoemd heeft. Uh-huh. En ze hebben een e-mail-uitwisseling daarover gehad, maar Eric John Phelps heeft dat nooit kunnen bewijzen tegenover Tappa. En spijtig genoeg, sinds begin van dit jaar, is de link van zijn website en deze e-mailverkeer compleet weg. Dus je vindt het niet meer op het internet. Het is vreemd, maar het is in ene keer is het weg. En ik heb het nog gehad, ik heb het bewaard, ik wil het voor een bepaalde reden nakijken. En ineens is die website tapasosi.com en alles wat erop stond, en ook dus het e-mailverkeer, is compleet weg. Dus je kunt het niet meer, vinden vandaag. Maar mijn punt is, gelijk ik zei, ik lees die boeken, maar ik heb dus niet de tijd om een heel boek compleet op voorhand te lezen en dan te zeggen van, oh, dat is een goed boek, daar wil ik mij voor engageren, dat wil ik op mijn kanaal lezen. Ik pak dat boek gewoon vast, ik onderzoek een beetje op het internet over wat dat gaat en dergelijke dingen meer. En dan pak ik het boek gewoon vast en dan lees ik het eerste kapitel en het tweede kapitel en dan, nadat ik dat kapitel gelezen heb, lees ik het gewoon in, maak daar een video van en publiceer dat. Nu heb ik de afgelopen tijd een boek gelezen, dat gaat binnenkort uitkomen, dat noemt All Roads Lead to Rome. Dat is van Michael DeSemlian. Hmm. Michael DeSemlian is geassocieerd met Richard Bennett van de website BereanBeacon.org. Ja, die ken ik. Richard Bennett Even voor de luisteraar. BereanBeacon.org. En dat is B-E-R-E-A-N
En dan BEACON, BerrianBeacon.org. Ja, gaan we door. En Richard Bennett, van wie die site is. Ik weet niet of dat met hem alles in orde is, want ik heb onlangs gehoord dat hem niet zo goed is, blijkbaar. En ik heb geen nieuws meer van hem. Was in elk geval 22 jaar priester in de Romeins-Katholieke Kerk. Uh-huh. En is door de genade van God daaruit gekomen. Uh-huh. Hij heeft bij wijze van spreken de luide roep van God gehoord, die hij roept in Openbaring 18, vers 4. Nee, wat leuk. Ik heb nou de King James heb ik klaarstaan. Mm-hmm. Ik pak hem er gelijk even bij. Mm-hmm. Wat zei je, Romeinen? Nee, Openbaring, Revelation. Revelation. Okay, ik ga naar onderen toe. Ja, sorry. Ik pak hem er even. Revelation en dan welk hoofdstuk? 18. 18. Dus gewoon voor de vers. En dan een vers? 4. Oké, geef hem los. Ja, ik heb hem binnen. And I heard another voice from heaven saying, come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues. For her sins have reached unto heaven, and God hath remembered her iniquities. Ja, dat is een van de meest belangrijke zinnen in het hele boek van de Bijbel. En het heeft een reden waarom dat het zo ver van achter in het boek staat. Uh-huh. Omwille van dat het op de eindtijd behoort, de tijd in die wij leven. Ja. Maar dus Richard Bennett was dus 22 jaar lang priester aan de Romeins-Katholieke Kerk en hij werkt samen met Michael Desemlian op zijn website Berean Beacon. Michael, wie? Michael Desemlian. Desemlian, okay. Ja, Desemlian, ja. Dat schrijf je DE en dan een nieuw woord, Semlian, Semlyen. Oké. Michael Desemlian. Ja. Ja? Die hebben samen een boek geschreven. Ik weet nu die titel daar niet van, maar dat kun je opzoeken op de site als je wilt. Uh-huh. En Michael Desemlian heeft dus een boek geschreven dat noemt All Roads Lead to Rome? Question mark. Ja. En een ondertitel The Ecumenical Movement. Ja. En in Duits verschijnt dat boek ook. En in Duits noemt dat boek Alle Wegen Führen nach Rom. Uh-huh. Maar geen vraagteken. Uh-huh. Maar daaronder, de ondertitel is Evangelikale, wohin? Dus Evangelikale, waarheen? Ja, natuurlijk, terug naar Rome. Maar zwart, dat boek heb ik dus compleet gelezen. Momenteel zijn Brett en ik daarmee bezig, vooral Brett is daarmee bezig, een fantastische teaser, verleidingsvideo samen te stellen van dik 80 minuten. Om de mensen aan te zetten om dat video te kijken en natuurlijk dan naar die uitzendingen van mij te lezen waar ik het complete boek lees. We hebben een intro voor elke video gemaakt, een outro voor elke video gemaakt. Dat is uiteraard altijd dezelfde, maar we hebben dus een intro en een outro gemaakt voor al die verschillende 21 kapitels. Alles is opgenomen, alle video's zijn gedaan. Dat enige wat nog, alle video's zijn gedaan, dat is niet waar. Die video's moeten nog gedaan worden vanaf kapitel 13, maar tot dan zijn ze al gedaan. Mm-hmm. Dus ik wacht gewoon op de beelden, omdat ik met Brett samenwerk en die beluistert mijn lezen en zoekt dan beelden uit en stuurt me die beelden toe en die plak ik in Movie Maker en dan komt de tekst daar passend bij. Ja, ik vind dat. Ik vind jullie. Ik wil ook nog even hebben over Walt Stickel, maar met Brett Norman. Ik vind het ontzettend lief wat jullie doen. Ik vind het zorgvuldig. Dat is geen Duits, hè? Zorgvuldig, dat is Duits. Ja, toch. Zorgvuldig is Duits, hè? Zorgvuldig. Ja. Ik vind het belangrijk. Ik vind het ontzettend belangrijk dat mensen de tijd nemen en de aandacht nemen. En dat je die dan ook richt op de goede dingen. En dan kost het maar een paar uur, want jou kost het ook gewoon. Jij zit nu gewoon zo dadelijk met mij bijna een uur te kletsen. Ja, dat kost jouw tijd, toch, of niet? Ja, maar... En dat vind ik goed, want ik weet dat jouw bankrekening, die kan je bij de ABN AMRO doen, of de ING, of noemen ze een leuke Belgische bank. Ja, bij de ING. Maar omwille van, als ik naar België kwam, noemde dat nog Bank Brussel Lambert. Mm-hmm. En dat was een bank die had een filiaal in de NAVO, waar ik toen aan het werken was, daarom heb ik daar een rekening geopend. Aha. En dat werd dan later overgenomen van de ING. Ah. En daarom ben ik er nog altijd. Maar dat is puur toeval dat ik bij die bank zit. Maar.
En die Oh ja. banken, nee, even om het af te ronden, dat ik mijn punt maak. Kijk, die banken, daar kan je je geld wel stallen, maar dat wordt alleen gejat. En de enige, dat zegt Jezus, in mijn herinnering dan, hè? Je hebt maar één bankrekening en die is daarboven, of daaronder, of ergens. Maar die is niet op deze aarde. Je hebt een Wherever your heart is, bankrekening. there will be there you there your treasure will be also, zegt Jezus. Yes, yes. En welke is dat? Die pak ik er ook even bij. Gewoon om de luisteraars. Oh, dat weet ik niet. Och, Dat is jammer, jammer. een heel bekende. Dat kan ik op het internet nu opzoeken waar precies dat erin komt, maar dat heeft hem zo gezegd, dus het speelt geen rol waar het erin staat. Laat die mensen eens een keer zelf een beetje hun zoekmachine gebruiken en daarna Absoluut. kijken. Ja, absoluut. Ik Want heb even heel kort, en dan mag jij weer, hè? Maar ik heb twee, drie uitzendingen gemaakt onder de titel Jullie Klojo's. En daar heb ik ook een camera bij gebruikt. En daar heb ik gewoon gezeten tekenen. En de essentie van de uitzending was beledigend. Want ik wil gewoon. Het is toch onzin, Jurk, dat jij en ik de mensen moeten leren voor gratis? Waarom lezen die mensen dat zelf niet? Oké, nu mag jij verder. Jij. Waarom lezen die mensen dat zelf niet? Je stelt daar een zeer interessante vraag. En we komen weer terug van het honderdste en duizendste Mal. Ik kan er niet aan doen. Ik moet darauf antworten, wat dat jij zegt. Die Problematik, die jij anspreekt, Perry, die gaat terug weer op iets dat vernoemd is in het boek Rulers of Evil. Ik kan niet genoeg de nadruk daarop leggen hoe belangrijk het zou zijn om die boeklezing van mij eens een keer ofwel online op mijn kanaal te volgen ofwel dat boek zelf te lezen. Hebben we nu al gedaan. We hebben nu al veroorzaakt dat er iemand naar één uitzending gaat luisteren. Schoon. Ik hoop maar dat het meer mensen worden. Maar in Ja, dat ja, boek ja, ja, Rulers of ja, ja, Evil, ja, ja. Dat hoop in ik dat ook. boek Rulers of Evil, staat dus daarin waar het gaat over de oprichting van de Compagnie de Jesus, hè, zoals de Society of Jesus, of de Gezelschap van Jezus officieel noemt, Compagnia de Jesus. Een compagnie, gelijk in het militair, want het is een militaire orde, dat een van hun basis Opgaven was van begin af aan, wat hun Hoofdopgabe überhaupt is, is de Reformatie compleet kapot te maken. En daarbij hoort het marginaliseren van de Bijbel. Yes. En dat is, Goed ik denk, opzet. hoofdstuk 3 in dat boek, Marginalizing the Bible. En dat hoofdstuk is volgens mij veel te kort. Want je zou daarmee natuurlijk kunnen aanhalen, al die dingen die vanaf de midden van de 19e eeuw gebeurd zijn, als ze begonnen zijn al die vervalste Bijbels uit te brengen. Want laat ons een keer duidelijk zijn: daar is maar één correcte, bewaarde, ware woord van God op deze aarde voor de christenen van vandaag. En of dat je dat graag hoort of niet, dat kan me geen bal schelen. Het Mooi zo, is de mooi gezegd. 1611. Het is de 1611 Authorized Version van de King James Bible. Geen andere. Ja, Alle gewoon. Bijbels, alle andere Bijbels die je op de markt vindt, zijn gebaseerd op die King James te vervalsen en zijn achteraf uitgekomen. Dat is de kracht. Even voor de Nederlandse luisteraars. Het gaat om koning Jacobus. Ten eerste. Man, wat een geschiedenis. Eigenlijk is geschiedenis het meest sexieste vak. Het is zo interessant Ja, om te weet je, weten Perry, wat er allemaal gebeurd is. Dat is weet je, Perry, ongelooflijk. we hebben Hollywood met al hun uitvindingen van stories, van verhalen helemaal niet nodig. Als je filmen kon maken over het geschiedenis van de mensheid, dan gingen de mensen meer gepakt zitten als van al die filmen die uit Hollywood komen. En allemaal gebaseerd op de waarheid. Maar dan zouden ook veel kotsend de bioscoop terug uitlopen als ze zich moesten gaan aankijken wat de Romeins-Katholieke Kerk met meer dan 50 miljoen mensen gedaan heeft tijdens de Inquisitie tussen 1203 en 1805. Ja, het En is daarvoor dus. moet men alleen maar Fox's Book of Martyrs, or Acts and Monuments, zoals dat boek noemt, van John Fox. Onder andere Ook lezen. even dus weer om het er even in te wrijven voor de luisteraars. Het gaat hier over het boek der martelaren van een meneer en die heet De Vos.
of meneer Vos. Dus Fox op zijn Engels. Meneer Fox heeft een boek geschreven en het heet Het Boek der Martelaren. Het is beter dan de allerbeste horrorfilm die je ooit gekocht hebt voor 5 euro. Nu mag jij weer verder. En er zijn nog andere boeken, gelijk van Schaeffer, die een historie van het protestantisme geschreven heeft. En James Atkin Wiley, die in 3 grote volumes The History of Protestantism geschreven heeft. Henry Gretton Guinness, die dat fantastische monumentale werk geschreven heeft van Romanism and the Reformation. Ja. En daar ben ik nog altijd van overtuigd dat naast de Bijbel, Romanism and the Reformation, een boek is dat iedereen zou moeten kennen. Als je dat boek gelezen hebt, dan bestaat er geen twijfel meer wie welke rol op deze aarde speelt. Maar we wilden eigenlijk daar naartoe van marginaliseren van de Bijbel. Ja, van marginaliseren van de Bijbel. Waarom? Ja, je hebt gezegd van, ja, die mensen doen andere dingen. Waarom doen ze andere dingen? Ah, wel, ja, omwille van dat de Bijbel gemarginaliseerd is. Omwille van dat de Jezuïten het systeem van leren tegen het leren uitgevonden hebben. Learning against learning. Ze hebben dat gnostische weten, de studies van de gnostische wetenschap, van de mensenwetenschap, gesteld tegenover de studie van de Bijbel, het woord van God. Hmm. En ze hebben het woord van God meer en meer gemarginaliseerd en uit ons leven uitgehaald. Dus als wij als jonggeboren mensen al geen toegang meer tot de Bijbel hebben, hoe zouden we daar ooit op komen? En wiens fout is dat? De fout van onze ouders? Die fout van hun ouders? Die fout van die hun ouders, hoe lang wilde jij teruggaan? De punt is, wij worden vandaag de dag in een systeem geboren waarvan we zelf nog niet eens begrijpen dat het een systeem is. De meeste mensen lopen 90% van hun leven rond en hebben geen flauw idee dat ze gelijk een koe op een wei zijn. Die regelmatig gemolken wordt en op het einde van de dag wordt je het vel over de oren getrokken en je vlees nog opgeëten ook. Het is waar. En ze beseffen het niet. Ja. Mensen stellen zich die vraag niet meer. Waarom ben ik überhaupt hier? Het speelt toch nu geen rol of dat je 20 jaar oud wordt, 50 jaar oud wordt of 100 jaar oud wordt. Maar die paar jaar die je hier bent, die je bewust bent, die je leeft, aha, die je bent, die je denkt, die je voelt, die je dingen doet, die je leert, die je zelf leert, die je anderen aanleert. Al dat is alleen maar voor die paar jaar en voor wat? Voordat je achteraf terug vergeten bent? Wat is de zin achter het leven, Perry? Als het alleen maar die paar jaar is die hier rondlopen, wat maakt het dan uit of dat ik überhaupt existeer? Jij weet het ook. Dat is een argument tegen de evolutietheorie. Dat is een argument tegen de evolutietheorie. En voor de scheppingstheorie. Maar ik wil daar nu helemaal niet ingaan. Of schepping of evolutie. Ik bedoel, iedereen die denkt dat evolutie juist is, moet me eens een keer de vraag beantwoorden. Wat was er eerst, de kip of het ei? Ja, daarin verschillen wij van mening. Maar dat maakt niet uit. Huh. Want volgens jou was de kip het eerste. Ja, omdat het kip geschept is van God. Geschapen is van God. Ja. Hoe kan dat anders? Maar zwart. Ja, precies. Ik wil daar ook helemaal terug niet naar jouw uithouden. Punt. Den punt is het marginaliseren van de Bijbel. Ons in een systeem houden zonder ons uit te leggen dat we in een systeem zitten. Ja. Want de gelukkigste gevangene, Perry, is diegene die in een gevangenis zit waarvan hij de tralies niet ziet. Exact. Oh, wat ben ik blij dat jij dat zegt. Jij dat dan nu even zegt voor de luisteraars. Want dit is zo ontzettend waar. Spijtig genoeg, ja. Ja, spijtig genoeg. Weet je, daar is een heel schone scène. En die ga ik in een van mijn volgende video's gaan inbouwen. Van een film. En dan kan me niet schelen dat dat copyright is. Daar is een film uit. Ik weet niet of dat je daarvan gehoord hebt. Die noemt God's Not Dead. God is niet dood. Oké. Okay. Dat is een Hollywoodfilm. Aha. Dus tegen, en dat is een. Ja? Dus tegen Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche had, die had zaakt. God is tot. Gaan we door.
En dat is een film die gaat in de Verenigde Staten over Amerika, over een jonge man die op de universiteit komt en die in de les filosofie terechtkomt. En die zich een heleboel problemen in dat jaar kan besparen als een gewone begin van het jaar een papier onderschrijft, waarom opschrijft, God is dood, geeft dat af en daarmee is het gedaan. Maar hij is een Christ en hij kan dat niet doen. En hij komt daarmee in een conflict en zo verder en zo verder. Ik wil jullie de hele film niet uitleggen, kunt u gaan kijken, is nog maar 2, 3 jaar oud, bestaat zelfs een tweede deel van, is gebaseerd op waarheid en bla bla bla, wat ze u allemaal ermee vertellen. De punt is voor iemand die een streng gelovige Christ volgens de Bijbel is, gelijk mij, is die film absoluut BS. Want je ziet van de eerste tot de laatste minuut niks anders als de ecumenische beweging daarin en valsheid daarin. Ja. Maar voor iemand die nog niet Christ is en het wil worden, is dat een interessante pad om op te gaan en die film te gaan bekijken en dan is een keer zijn eigen ogen open te doen. Okay, Harry, wat ik het meest belangrijke vind is, alleen de waarheid die je voor jezelf vindt, alleen die waarheid die je zelf zoekt en vindt, is die enige waarheid die je kan accepteren. Wat jij vertelt aan uw luisteraars op de video's en waar dan ook, dat is niks waard. Hm. Wat ik vertel op mijn video's, is allemaal niks niet waard. Hm. Alleen de waarheid die ik voor mezelf kan vinden, waar ik kan bewijzen voor mezelf, dat heb ik gezocht. Oh. En daar ben ik zeker van dat dat de waarheid is. Waarom? Omdat het gebaseerd is op het woord van God. Dat is dat wat telt. Alles andere telt niks. Alles andere zijn hulpmiddelen. Ja. Alsjeblieft. Ja. Dat is een hele warme opmerking. We laten even stilte vallen. Dat is ook goed voor de mensen. Sommige dingen moeten ook eens een keer inzinken. Hè? Ja. En ik zeg dat heel vaak als ik mijn lezingen doe, als ik dan met een interessant citaat kom. Laat dat eens een keer inzinken, mensen. Druk die eens een keer op pauze. Denk dan een keer over na. Ja. Zoek dat eens een keer op. Ja. En wat spreek je mooi Vlaams? Wel, of dat ze het doen of niet, dat weet ik niet. Maar allemaal, zwart, ik wilde van begin af aan eigenlijk maar op één ding. Nee. Ik wil mij ja niet zelf profileren van, ik doe die boeklezingen en ba 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 ba. Ik probeer maar mensen te helpen. Mm-hmm. Mijn roeping is, ik ben geleid door de Heilige Spirit, zoals men dat zegt, de Holy Spirit. The Holy Spirit leads my life. De trooster. The Holy Spirit leads my life, because I'm a born again Christian in Jesus Christ. Jij bent een soldaat in het leger van de trooster. Dat kan niet anders. Jij strijdt ervoor, ga maar door. En alles wat ik doe, dat is mij ingegeven door de Heilige Geest. Want een paar jaar geleden was ik zelfs nog een absoluut ongelovige. Ik geloofde niet in God, ik geloofde in niks, bij wijze van spreken. En ik had geen talent. En ik was blij als ik eens een keer een bladzijde op de dagelijkse krant zonder fout kon lezen, bij wijze van spreken. En vandaag lees ik moeilijke boeken in Duits en in Engels op internet in. Ja? Dat kan alleen maar omdat ik die hulp gekregen heb. Hm. Ik ben dat niet. Wij van ons uit kunnen niks doen, maar we kunnen alles doen in Jezus Christus. Ja, dat staat zo in de Bijbel en daar geloof ik in. En daar ga ik voor. Nu, ik heb dus dat boek gelezen, All Roads Lead to Rome, van Michael de Semlian. Ik heb het complete boek door. Ik ben het volgende boek begonnen, dat noemt The Secret History of the Jesuits, van Edmond Paris. Een Franse auteur. Schitterend boek, die verschillende goede boeken geschreven heeft, zoals bijvoorbeeld Le Vatican contre Europe, The Vatican against Europe, of The Vatican tegen Europa, en nog een paar andere dingen, en zelfs boeken die van Jack Chick gepubliceerd zijn. Jack Chick, daar heb ik de laatste tijd aan gekeken. Ja, ik ook. Dat ben ik dus momenteel aan het lezen. Omwille van dat ik, in Duits lees ik nog daarnaast het boek Die Heiligen Väter, de Heilige Vaders. Dat is het boek van Alberto Rivera, een ex-Jesuit priest die in 1997 vermoord werd. Nadat hij jarenlang uit de Jesuiten uitgekomen was en heel veel dingen geopenbaard heeft. Is Alberto Rivera vermoord? Ja. Is vergiftigd. Ah. Via zijn tandarts. Jesus. Ja. 2 keer. De eerste keer is niet gelukt en de tweede keer wel. Maar dat was een hele aardige Alberto Rivera, even voor de luisteraars dan weer. Alberto, dat schrijf je gewoon zoals je het zegt. En Rivera, dat schrijf je ook zoals je dat zegt. Gewoon dat Rivera, ja?
Alberto Rivera. Dat was een hele lieve man. Toch? Op het einde van zijn leven, ja. Ja. Hij was dan... Hij heeft deelgenomen aan het satanisme. En toen kwam hij erachter dat hij deelnam aan satanisme. En toen dacht hij van, ik stop daarmee. Dat is toch... die man heeft geen schuld. Vind ik. Ja, die mens is als kind in een jezuïtenseminar binnengekomen en van kleins af aan gehersengewassen geweest. Die kon daar niks aan doen. Gelijk dat wij ook allemaal gehersengewassen zijn. En alleen als soms de hersenwassing zo ver gaat dat we ons beginnen vragen te stellen, is een ogenblik dat wij wakker worden en dat we zeggen van, hey, hier klopt ergens iets niet. Ja. Maar den punt op die ik neer wil, en dat is ja, die uur voorbij, en ik heb nog niet eens kunnen zeggen wat ik wil. Deine Sendung. Dus... All roads lead to Rome, alle wegen leiden naar Rome, heb ik afgesloten. Dan ben ik nu aan het lezen The Secret History of the Jesuits van Edmond Paris. Daarnaast lees ik nog een paar andere dingen, zoals Die Heiligen Väter van Alberto Rivera. En ik ben begonnen dat boek te lezen, Code Word Babylon, Danger in the Vatican van P.D. Stewart. Uh-huh. Waarom? Omwille van dat P.D. Stewart onlangs een boek uitgebracht heeft, op dat ik nog aan het wachten ben. Dat is wordt toegezonden naar Brett nu in de Verenigde Staten. Hij heeft er 3 copies van besteld. Dat nieuwste boek van P.D. Stewart, dat noemt Lord of the World, Pope Francis, Lord of the World. Mm-hmm. En ik ben daarop aan het wachten dat boek in mijn vingers te krijgen. En op een ogenblik, als ik in de vingers krijg, kan ik het beginnen inlezen op mijn kanaal. Waarschijnlijk. Mm-hmm. Maar dus ik ben begonnen met Code Word Babylon. Je weet, af en toe heb ik eens een keer tijd als ik naar een klant moet rijden. Ik ben een paar minuten te vroeg, dan sta ik ergens aan de kant. Dan kan ik een boek open doen, dan kan ik nog een beetje lezen. Ik was onlangs bij de kapper en moest daar een beetje wachten. En in plaats van deze idiote kapperskranten te lezen die daar rond liggen, daar, wat mij geen bal interesseert, van wie heeft het met wie gedaan en wie gaat van wie scheiden en dergelijke dingen meer, heb ik een boek daarmee bij en heb ik Code Word Babylon gelezen. En daar zijn gewoon op de eerste 30 pagina's, en luister, dat is een boek van 550 bladzijden. En op de eerste 30 bladzijden heb ik al 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschillende citaten aangemerkt, die ik graag eens een keer met je luisteraars vandaag wilde delen, als dat oké is voor jou. Kunnen we daar eens een keer over gaan spreken? Wat vind je daarvan? Het is jouw zending. Het is deine zending. Hey, het is onze zending. Ja, 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 maar kijk, mijn luisteraars willen niet de hele tijd naar mij luisteren. Dan willen ook jou horen. Ja. We moeten maar naar ons beide luisteren. Dat ja, is juist het leuke. Ja, ja, ja. Ik noem die video's meestal, als ze op mijn kanaal komen, in conversatie. Omdat ik het belangrijk vind dat wij met elkaar conversatie voeren. Discuteren, als Duits. Het overleggen van aantekeningen. Mm-hmm. Jij hebt iets gevonden, ik heb iets gevonden. En die aantekeningen, die overleggen wij. Dat is interessant. Geht weiter. Ja, dus ik zal je eens een keer een stukje voorlezen. Dat komt uit de paragraaf op bladzijde 17 uit dat boek Code Word Babylon van P.D. Stewart. Een boek dat is trouwens verschenen, als ik niet mis ben, in 2006. Ik kan het nog eventjes een keer nakijken hier van vorig jaar, van 2006. Mm-hmm. En ik ga gewoon één zin voorlezen. As some witty person once said, God himself cannot alter the past. Only Jesuit historians can. Jeez. Gott zelf kann het verleden niet veranderen. Alleen jesuitische historicus kunnen historici kunnen dat. Een zeer interessante uitspraak, vind je niet? Prachtig. Ja, ja, ik wist het al. En dat boek is vol met deze dergelijke dingen. Ja. Ik heb toch een keer aan jou verteld dat ik ontzettend kwaad werd. En dat ik naar de school, de middelbare school van mijn dochter, de HAVO. Dat ik naar die geschiedenisleraar ben gegaan. Mm. En een vieze koffie moest op drinken. Bah. Ja. En toen heb ik die man gewoon totaal uitgescholden. Van dat doe je mijn kind niet aan. Kijk, je mag wel geschiedenisles geven. Dat vind ik helemaal niet erg. Maar dan moet je wel de geschiedenis leren. En niet Karl Marx verering. Ja. Karl Marx, man. Kom op. Ja. Einstein was nog beter.
En Einstein was ook een lul, trouwens. Oh, continue. Dat is jouw uitzending. Weet je wat Einstein en Karl Marx gemeen hebben? Nou. Ze zijn allebei Jesuiten gecontroleerde poppen geweest. Ze waren best dom. Einstein was qua wiskundige of natuurkundige. Einstein had een vrouw en dat was die kwam uit Serbië. Die was slimmer als hij. Ja. En die heeft hem allemaal. En Einstein was gewoon een eikel. Dat stelde helemaal niks voor. En die hele relativiteitstheorie, toen ik dat dus echt leerde, want ik ben er bij de Jesuiten geweest, dat weet je ook. En toen heb ik dus geleerd hoe de theorie in elkaar zit. Ja, en de theorie van Einstein, dat is gewoon niks. Die relativiteitstheorie. Ja, ik stop een konijn in mijn hoed en dan haal ik hem eruit. Ja. Die relativiteitstheorie is al lang gerefuteerd. En mensen die bijvoorbeeld ook denken dat licht dat reist met 300.000 kilometer per seconde, die zouden zich eens een keer informeren. De snelheid van het licht is geen constante. Ja. De snelheid van het licht is aanpasbaar. Men heeft het licht zelfs tot stop kunnen brengen. Ja. Dat het helemaal niet meer reist. Denk jij nou aan het verhaal van het Oude Testament waarin Joshua zei... Kapitel 10, vers 12. Sun, stand still. In die plaats daar. Schitterend, man. Schitterend, dat is een van mijn lievelingsdingen. Vooral als ze nu allemaal praten zijn over de flat earth en zo van die dingen, weet je? Dat ze geen besef daarvan hebben dat wij niet in een zonnestelsel lezen, hè? Nee. Dat heb ik voorbereid. Het is in vers in Joshua, kapitel 10, vers 12. Then spake Joshua to the Lord in the day when the Lord delivered up the Amorites before the children of Israel. And he said on the sight of Israel, Sun, stand thou still upon Gibeon, and thou moon in the valley of Ajalon. And the sun stood still, and the moon stayed, until the people had avenged themselves upon their enemies. Is it not written in the book of Jasher? So the sun stood still in the midst of heaven and hasted not to go down about a whole day. En nu komt het meest belangrijke. Oké, wacht even. Ik pak even... De belangrijkste zin komt niet, Perry, en dan mocht het zeggen. Ja? There was no day like that before it or after it that the Lord hearkened unto the voice of a man. Ja, oké. Okay. For the Lord fought for Israel. Jij zit nou de King James te lezen. Welk hoofdstuk? Welk boek? Welk hoofdstuk, welk vers? Joshua, boek 10, kapitel 10. Oh, niet te snel. Joshua. Kapitel 10, vers 12. Ik heb hem gevonden. Ja, Joshua, ja, kapitel 10. Vers 12 en volgende. 12 tot 14, heb ik gelezen. Ja, dat is gewoon voor de screencast, hè? Geen probleem. Ja, dat iedereen het kan zien. Joshua 10, vers 12. Ja. Even naar beneden scrollen. En zoals gezegd, het meest belangrijke, vers 14. Er was geen andere dag zoals de deze, ervoor of ooit erna, dat God geluisterd heeft naar de stem van een mens. Schitterende zin. Ja, dat is waar. Als wij daarover praten, of dat we in een zonnestelsel leven, of wat, of dat de aarde zich beweegt, of wat, dan moeten we maar dit hier lezen en dan moeten we een keer proberen die twee hersencellen die je misschien nog hebt, samen te voegen en door deze fusie misschien daarvoor te zorgen dat je nog een keer rechtdoor kunt gaan denken. Dan eens een keer vaststellen, vliegen we met 60.000 kilometer per uur door het heelal, dat altijd maar zich uitweidt en draaien we rond de zon. Of is misschien het zo, gelijk God gezeefd in Genesis 1:1. In the beginning God created the heaven and the earth. Als hij de hemel en de aarde gecreëerd heeft, dan heeft hij de aarde als eerstes gecreëerd. En vanuit dat centrum alles andere. En de aarde is in het midden van het universum.
Daarom vallen ook al die meteorieten op de aarde, want dat zijn allemaal dingen die allemaal terugkomen. En die worden altijd door het centrum aangetrokken. Door niks anders. Maar goed, ik heb nog een andere. Ja? Als jij geen opmerking of vraag of zo hebt. Geht weiter. Ik heb nog een ander leuk citaat van pagina 23 van datzelfde boek. Code Word. Citaat. There we shall see that the Jesuits' aim is to subjugate all governments to the government of the Pope. To have the governments of the nations run according to the agenda of the Holy See. We shall see, too, that Rome is a great machine, the master key of which are the Jesuits. If they fall, the papacy will crumble into ruins. That is all I will say for now. Jeez, wat een mooie, wat een heavy, man. Ik vind het, aan de ene kant vind ik de Jezuïeten eikels. En aan de andere kant, het zijn wel Jezuslui. Het betekent dus wel dat Jezus, en dat bedoel ik dus Christus Jezus, hè? Die stelde dus wat voor. Want hij kon die Jezuïeten veroorzaken. Dat heeft hij niet bewust gedaan. Dat is helemaal niet gebeurd. Maar ze hebben wel zijn brandmerk, zijn naam of zo, zijn brand. Dat is een partij poen van verdiend. Het schiet me zomaar even te binnen. Hè? Om het gewoon even over Jezus te hebben. We zitten toch de Bijbel te lezen. Wel, kende je het derde gebod? Nee. Niet thou helemaal. Shalt not use the name of the Lord thy God in vain. Ja, je mag de naam van God niet ijdel gebruiken. En wat doen ze door zich Sociedad of Compagnie de Jesus te noemen? Belachelijk. En je mocht nooit niet één ding vergeten, Perry. Nooit vergeten. De Jesuiten zijn een militaire orde van de Romeins-Katholieke Kerk. De Romeins-Katholieke Kerk is niet christelijk en die Jezus die zij leren is niet de Jezus van de Bijbel. Ach, dit moet je eigenlijk 12 keer achter elkaar zeggen. Of nee, dat moet ik maar één keer zeggen. Hersencellen met elkaar versmelten en het gaan verwerken. Ja, precies. Mensen moeten dat snappen. Dat het niet hetzelfde is. Weet je wat die Jesuiten voor mensen zijn? Die volgen al die jaren dat ze een opleiding volgen. En daar zouden we urenlang over kunnen praten. Ik heb dan een keer een papier van een Belgische Jesuit hier van Leuven voorgelezen. Als ik dat video gemaakt heb over de eed van die Jesuiten. Meer dan 2 jaar geleden, als ik met Michael Adams en Nothing But The Truth nog zat. Dat vind je op mijn kanaal terug. Uh-huh. En daar begin ik, voordat ik over de eed ga beginnen, over de opleiding van die Jesuiten. 20 jaar lang worden die mensen daar gehersengewassen. Ja. Geïndoctrineerd met onder andere die spiritual exercises, die spirituele oefeningen. Even voor de luisteraars. Herr Jörg Kliesman zegt hersengewassen. Wij zeggen hersengespoeld. Ja, oké, dat is juist. Ga maar door. Ja, maar dan gaan we door. Dat was geen belediging. Ik heb het van brainwashing. Vandaar is mijn Vlaamse typiek altijd correct. Dat is ook af Duits is toch... In Duits is ook gehirnwäsche, ja. Ja, precies. Waschen, ja. Ja, gehirnwäsche. Ja. En ze worden dus 20 jaar lang, vooral met die spirituele oefeningen, volgesmeten en gehersengespoeld, om uiteindelijk tot iets uit te komen dat zich noemt als volgt. En dat is een citaat van bladzijde 25 uit dat boek. Citaat. One of its cardinal motto from the Jesuits, as given by Ignatius, is perinde axi cadaver casset. To have no mind of one's own. Exact. But to be like a dead body in the service of the general or black pope. Een kadaver te worden, je ego te laten killen. Het kadavergehoorzaam, zoals we dat in Duits noemen. Ja, ja. En dat je één voor één naar het Nederlands kunt vertalen. Kadavergehoorzaam. Ja. Gehoorzaam als een kadaver. Een zombie. Ja. Ja, exact. Ja, het is goed dat we hierbij stilstaan. Dat mensen dat weten.
Ik heb eergisteren nog geluisterd naar Mark Passio. En die zei, als je je niet bewust bent van het occulte, van het slechte, dan ben je in slaap. Ze zijn er echt mee bezig. Ik heb nog een paar leuke citaten en we gaan al het uur naderen, dus ik zal eens een keer mee spoeien. We hebben nog 15 minuten of zo. Nou, ik wil in elk geval wat ik op deze eerste 33 bladzijden van dat boek, of 32 bladzijden van dat boek, gelezen heb tot nu toe. Ja. Dan merkte al, er zijn interessante citaten daarin. En dat boek is meer dan 550 bladzijden dik. Dus daar komt nog heel veel. Maar ik heb nog een volgende citaat van bladzijde 30. The government lawyers who examined the documents, the Breton Le Chatelet in particular, quote, discovered in the constitutions, dus we spreken hier over de constituties, over de constitutie van de Jesuiten, discovered in the constitutions a handbook of every known form of heresy, idolatry, and superstition. It provides, he said, utilage in suicide, legicide, which is the destruction of laws, and every kind of impurity, usury, sorcery, murder, cruelty, hatred, vendetta, insurrection, and treason. Thus were the Jesuits confounded, tanta nube testium, by such a cloud of witnesses. Their own constitutions without any need to rely on the secreta munita. And yet, the Jesuits say that the constitutions are an inspiration of the Holy Spirit. Als dat een inspiratie is van de Heilige Geest, usury, sorcery, murder, cruelty, hatred, vendetta, insurrection, treason, dan wil ik met die Heilige Geest niks te maken hebben. Ja. De station zaakt. Tuurlijk, erg is het best hoor. Ik dacht dat we zouden gaan hebben. We kunnen het ook nog hebben over de moord op Abraham Lincoln. Oh ja, kunnen we direct, maar ik heb nog twee citaten. Eventjes heel kort hè. Mm-hmm. En toen dacht ik van nee, daar wordt iedereen zo treurig van. Oké, okay. Geht weiter. Weiter. Kunnen we het straks een keer over hebben. De volgende paragraaf, dat is al op bladzijde 31, moet ik eventjes verder lezen. Luister goed. Niet alleen jij, Perry, maar nee, vooral ook de rest van de wereld. Citaat. How ironic that it was Jesus, after whom the Jesuit order named itself, who said, quote, there is nothing covered that shall not be revealed, and hid that shall not be known, unquote. And it is even more ironic that it was the discovery of their constitutions which was the principal grounds for the decree ordering the suppression of the Jesuit order in France in 1762, as a society most diabolical and dangerous. Ja. Die truc met de Lorenzo Rizzi. Echt... Nou ja, die suppressie in Frankrijk was 1762 en Lorenzo Rizzi kwam als de macht als generaal van de Jesuiten, dus als Zwarte Paus in 1758. En dat is mijn eigen conclusie die ik uit verschillende studies getrokken heb. Ik kan niet zweren dat dat de waarheid is, maar ik kan zeggen van, kijk, als je geschiedenis echt studeert op verschillende plaatsen, dan moet je hier en daar ook eens een keer je eigen conclusies trekken, anders loopt er je toch alleen maar andere autoren en andere mensen achterna. Maar ik ben iemand die nog geleerd heeft zelf te denken. Allee, ik heb het terug ontdekt, zelf denken, sinds dat ik Christ ben, want daarvoor dacht ik niet zelf. Daarvoor heb ik altijd voor mij laten denken en hebben andere mensen mijn leven geleid en nu leid ik het zelf. Het probleem is dat ik mijn leven hier op deze aarde in de afgrond leid, wat het financiële en dergelijke aangaat, maar spiritueel des te beter. En weet je, mijn spirit leeft eeuwig, mijn vlees vergaat. Dus ja. Wat maakt mij dat vlees dan uit? Ja. Pff, niks. Ja. Ja?
Maar dus, omdat ik zelf kan denken, zeg ik dat dit verbieden van de Jesuitenorde in Frankrijk 1762, een paar jaar later in Portugal en in Spanje en in andere Europese Landen, allemaal Dinge, die vooraf gingen, het verbieden van de Jesuiten in 1773 door Paus Clement XIV, die een student van de Jesuiten van kleins af aan was, die dus niks anders was als, hoe zeg je dat, clay in the potter's hands? Hoe zeg je dat in Vlaams? Ja. In the potter's hands. Die de pottenbakker. Die de leem was in de handen van de... Van de die gekleid werd. De kleiwerk, ja, zwart. Allee, je verstaat wel wat ik wil zeggen. Ja, de luisteraars ook. En die dus... Deze paus die dus dan toen die orde verboden heeft... heeft dat alleen maar gedaan op bevel van die zwarte generaal. Zo simpel is het. En deze andere... plaatsen waar dat ze eerder eruit gesmeten werden, gelijk hier in 1762 in Frankrijk, hetzelfde. Ja. Zo willen we dat de generaal dat wilde. Hij wilde daarvoor zorgen. En uiteindelijk hebben die Jesuiten zich altijd achteraf aan iedereen gevraagd. Ja. Ik ben juist een heel mooi stuk aan het lezen, dan ga ik nu eventjes van dit boekje weg, een heel mooi stukje aan het lezen. Gisteren heb ik het ingelezen in Duits, gisteren heb ik het ingelezen in Engels en een paar dagen daarvoor in Duits. Over de eerste jesuitische buitenlandse missies in de 16e en 17e eeuw. Uh-huh. En de eerste plaats, dat is uit dat boek van The Secret History of the Jesuits van Edmond Paris, gaan wij naar Indië, Japan en China. Ja. Aber, als je leert, Perry, dat is heel belangrijk, als je zo boeken leest en je leest daar gewoon maar, dan snapt er daar geen bal van. Maar als je ze leest en je leert tussen de regels te lezen en dingen met elkaar te combineren en... Zoals ze in Engels zeggen, connecting the dots. Ja, ja. De punten met elkaar verbinden. Ja. Als je dat doet, dan zie je ineens in beeldvormen dat zo veel zin geeft. Maar als je dat stukje leest, in de tweede sectie, derde sectie zelfs, deel 1 of zo is dat. Zwart. Als je dat leest in dat boek over de buitenlandse missies van de Jesuiten, 16e en 17e eeuw in Indië, Japan en China... En je komt op dat stukje waar ze naar Nagasaki gaan. Nagasaki, al eens een keer gehoord, mensen? Ja. Is dat niet de stad op die de tweede atoombom viel? Ik dacht het wel. Ja? Waarom viel dat op Nagasaki? Waarom uitgerekend op Nagasaki? Waarom is er geen atoombom op Tokio gevallen? Dat is toch de hoofdstad van Japan? Mm-hmm. Zou die niet... Allee, Perry. Help me eens een keer. Logisch denken. Als jij in oorlog bent met een ander land ja? En je wilt dat ander land 100% zeker tot capitulatie brengen, welke stad ga je bombarderen? De hoofdstad. Ah, wat hebben ze met Duitsland gedaan? Berlijn in Schutt und Asche. Uh-huh. Daar was niks meer van over. Uh-huh. Gelijk met Dresden. Dresden is een ander geval. Maar Berlijn, daar was niks meer van over. Waarom vallen ze dan Tokio niet aan? Waarom vallen ze dan Hiroshima en daarna Nagasaki aan? Ah wel, ik ga het niet voor wegnemen. Lees het voor jezelf, mensen. Als je dat leest, wat er in Nagasaki gebeurd is, dan weet je waarom de atoombom op Nagasaki geworden geweest is. Maar je moet zelf kunnen denken. Het staat daar niet woord voor woord in het boek, hè, man? Nee. Het wordt je niet gepresenteerd op een zilveren plater. Ah. Nee. Jij moet zelf iets pijzen. Ik ben wel benieuwd wat nou... Want ze hebben Japan gewoon te gazen genomen, dat is duidelijk. En niet alleen Japan. Nee. Ik heb nog een stukje van bladzijde 31. Ja. Continue. Kind reader. Ja. Wil je iets zeggen, dan zeg het. Nee. Ga door. Kind reader, if from a sense of misguided loyalty to the organization to which this order belongs, you are wont to regard these men as acting contrary to the principles of their religion, the Holy Catholic Church, then I remind you that these very constitutions were approved by Antichrist Pope Paul III on September 27th, 1540, after his careful consideration, and have been approved
by every pope since. Thus, the Jesuits act vicariously to the popes. Weet je wat Paul den Derde uitgeroepen heeft als hij de constituties voorgelezen gekregen heeft van Ignatius Loyola? Als hij de eed met die de Jesuiten zich aan gehoorzaam binden aan de paus voorgelezen heeft aan de paus? Wat waren zijn woorden? Hoc est digitus Dei! Dit is het vingerteken, dit is het teken van God. Ah, ja. Het is zo'n gezellig idee, hè? Dat er een onfeilbaar mens bestaat. Daar waren een wiets. Wel, weet je, als de onfeilbare paus op toilet zich om zijn kont af te kuisen, wat hij gescheten heeft, en zijn vinger flutscht door het papier, is die even bruin als die van jou of die van mij. Onfeilbaar? My ass. Oké, okay. Ja, dit is nog steeds 8 jaren ouder. Ik heb nog één citaat van bladzijde 32. En misschien zet ik zo'n keer mensen aan die zeggen van dat boek moet ik hebben. Dat kun je niet als pdf op het internet krijgen, maar je kunt het wel kopen. En dat gaat je geen fortuin kosten. Op bladzijde 32 kunnen we lezen. En ik lees hier een hele paragraaf eventjes voor. The constitutions further revealed that in order to fulfill the society's mission, the members of the order would create philosophies of left and right, so that the world would be divided into opposing factions. Needless to say, as a result of these discoveries, i.e. those uncovered in the constitutions, the Jesuit order was dissolved in 1762, and finally in 1764 the sons of Loyola were driven out of France, mainly because of their attachment to the bloody doctrines of regicide, and the obstinate refusal to modify their constitutions. We shall learn much more on that later in this book. En daarom ben ik daartoe verplicht om dit boek verder te lezen, want ik wil weten hoe dat verder gaat. Ja, je weet het toch al. Kijk, die Jezuïet, kijk, je hebt dus Jezus, en dat was een aardige gozer, of een klootzak. En je hebt het tegenovergestelde van Jezus. Dat zijn eikels. Eigenlijk is het heel simpel. En er komt een einde der tijden waarin wij die eikels onder ogen gaan zien. Dat noem ik dan het komen van de antichrist. Jij en ik weten dat hij er al lang is. Maar heel veel mensen om ons heen weten dat nog niet. En er moeten meer mensen weten dat die antichrist gekomen is. En dan krijg je gewoon een Armageddon of zo. En dan komt dat voor de rest allemaal goed. Maar je moet jezelf wel goed gedragen hebben. En dat is voor veel mensen een probleem, Jurk. Ik heb een kind, jij ook. En ik heb ouders gezien hoe ze omgingen met hun kinderen. En dan kon ik wel janken. Zo onzorgvuldig. Dat slaat helemaal nergens op. En je moet heel... Ik zat laatst te praten weer. Ik heb heel veel leuke gesprekken gehad. En er was een atheïst. Daar kan ik ook prima mee praten. Atheïsten, Mohammedanen, het maakt mij niet uit. En hij, die atheïst, die zei, ik geloof maar in één ding. En het is dat je goed moet zorgen voor je kinderen. En dat is toch waar? Dat is toch zo'n beetje alles wat er is. En je kinderen, en dat dacht ik ook gelijk aan jou. Sorry, ik kwam even tegen de microfoon aan. Dat dacht ik gelijk aan jou. Dat iedereen is een kind. Dus ik heb zelf een kind. Zeg maar. Misschien is het niet eens van mij, dat maakt me niet eens uit. Maar mijn vader, die is al dood. Maar dat was ook een kind. En mijn moeder is ook een kind. En mijn zus is een kind. We zijn allemaal kinderen van dat wat wij niet kunnen kennen.
dat wat wij geen eigenschap aan kunnen geven. Maar het is wel het ding wat ons allemaal bestuurt. Dat was mijn dinges. En nu mag jij weer. Ja. Vul het maar in, man. Ik heb daar nu eigenlijk niet meer zo al te veel op te zeggen. Maar gelijk dat je zegt van wij zijn allemaal kinderen, dat is waar. Ja. En we hebben allemaal één vader, we hebben allemaal dezelfde vader. Ja. Maar gelijk het is met de kinderen hier op aarde die wij hebben, die zijn niet altijd gehoorzaam tegenover hun vader. Uh-huh. En zo zijn wij mensen ook niet altijd gehoorzaam tegenover onze vader die in de hemel is. Uh-huh. Het probleem is dat wij onze vader in de hemel niet kunnen zien, niet kunnen voelen, niet kunnen tasten, niet kunnen rieken. Maar wij moeten er geloof in hebben. En dat is een probleem van de meeste mensen. Dat ze in iets niet kunnen geloven, bij wijze van spreken. Wel, er bestaat een spreuk in de Bijbel. Die is... ik vind dat hier niet meer. Ik had dat hier eens een keer op Skype kan staan. Ah ja, hier is het. Now faith is the substance of things hoped for. The evidence of things not seen. Welke is dat? Ja, heb je dat weet nog? Ik niet. Als je dat googelt, dan vind je daar zo welke vers dat precies is. Mm-hmm. Ik weet dat nu niet. Now faith is the substance of things hoped for. The evidence of things not seen. Geloof wil zeggen dat je vertrouwen moet hebben. Ja. En als je kind bent, dan vertrouw je dat je vader het goed met je meent. Ja. En dan vertrouw je dat je moeder het goed met je meent. Ja. Vandaar dat zoveel kinderen een probleem daarmee hebben als ze misbruikt worden door hun eigen ouders. Omwille van dat het een vertrouwensrelatie is die gebroken wordt. En ze hebben geen andere dan die. Ja. En dat is heel moeilijk voor hen. En dat bepaalt hoe het de rest van hun leven eigenlijk zullen zijn. In de meeste gevallen. Ja? Maar naast onze vader hier op aarde. En naast onze moeder hier op aarde hebben we een spirituele vader. Een vader die zijn hand uitreikt om met ons in contact te komen. Ja. Ja? En het is toch gewoonweg zo dat wij niet moeten vragen, waarom laat onze Vader in de hemel het toe dat de mensen sterven? We moeten vragen, waarom laten zich de mensen van onze Vader in de hemel niet het eeuwige leven schenken? Hij geeft het ons op het zogenoemde zilveren platter, dat ik daar straks al een keer aangehaald heb. Op de silver platter. Mm-hmm. Ja? Het wordt ons aangereikt. We moeten er niks voor doen. Je hebt daar straks gezegd van, ja, we moeten goed zijn op deze aarde. Nee, oké, we moeten natuurlijk ook niet duivels zijn, maar of dat je goed bent of slecht bent, of dat je goed bent of slecht bent, speelt in feite in dat opzicht geen rol, want de Bijbel zegt sowieso dat we allemaal geboren zijn in overtredingen en zonde. En dat we allemaal tekortvallen aan de glorie van God. Ja? Daarom hebben we zijn genade nodig. En die moeten we gewoon aannemen. Dat is de kunst op die het aankomt. En dat is gratis. Absoluut. En daar is geen andere weg om gered te worden. Om een keer terug te komen op een van die punten van het begin. En daarmee ga ik dan willen afsluiten. Dat ik gezegd heb van hoeveel jaren je hier ook op deze aarde leeft. 20, 30, 50, 70, 100. Is het dat dan geweest? Nee, dat is het niet geweest. Als jij het geschenk van God aanneemt die jou eeuwig leven belooft. Maar dan in een wereld waar geen leugen existent is. Bestaat. Waar geen ziekte bestaat, waar geen oorlog bestaat, waar geen nijd bestaat, waar geen diefstal bestaat, waar geen moord bestaat, waar geen nijd bestaat. Een wereld die zo is, als er in de eerste plaats bedoeld was, voor de mens, omwille van zijn eigen wijsheid, gevallen is en de dood in deze aarde gebracht heeft.
de eerste Adam, die dann davor gesorgt heeft, dat de tweede Adam moest gaan komen, om het werk te vervolledigen. Ja. En dat, de tweede Adam, is Jezus Christus, ja. die 2000 jaar geleden voor ons aan het kruis stierf en door het vergieten van zijn bloed daarvoor gezorgd heeft dat onze zonden vergeven zijn als wij hem als onze redder accepteren. Meer moeten wij niet doen. Wij moeten Christus bekennen. Wij moeten tot hem staan. Want hij heeft gezegd, wie mij niet bekent en mijn, wie mij hoe zeg je dat, negeert en mijn vader negeert, die zal ik ook negeren. Ja, ontkend, dus, ja. Ja, ontkennen. Ja, wie mij ontkent en mijn vader ontkent, die zal ik ook ontkennen. Maar als je mij bekent, als je tot mij bekent, als je tot mijn vader bekent, dan beken ik mij ook tot u. Dit is prachtig, de, ja, ja. het geschenk dat Jezus ons geeft. En dat boek, alle wegen leiden naar Rome, gaat over dit, over deze ecumenische beweging die we sinds de jaren 60 hebben, en die deze boodschap van Jezus Christus totaal aan het verdraaien is, zodat alle zogenoemde protestanten terug onder de vleugels van Rome kunnen komen. Dus, lieve luisteraar, lieve toeschouwer, probeer deze boeklezing niet te missen. Oké. Okay. Die gaat interessant. Oké. En daarmee wil ik graag afsluiten, Perry. Mijn laatste woorden eventjes richten aan jou en aan de luisteraars en de toeschouwers van deze video. Ja. En ik hoop dat God hun op al hun wegen gaat begeleiden, gaat beschermen en zegenen. En dat ze de smalle pad vinden. Ja. Die tot rechtschapenheid en Jezus Christus leidt. En niet de brede pad van de verdommenis van naar Rome gaan kiezen. Ja. Bedankt voor de uitnodiging om op jouw show hier te mogen zijn. Ja. Bedankt voor te luisteren en te kijken. En tot de volgende keer. Joggler 66 zegt tschüss. Oh, dankjewel. Nou, luisteraars. Dit was Jurk Gliesman. Die ontzettend... Nou, ik vind dat hij alles goed heeft gedaan. En op zijn hamburgers blijkt dan, zeg ik dan ook, tjus en guten tag. Want ik kan ook een klein beetje Duits. Hey, dankjewel dat jullie dat allemaal uitgeluisterd hebben. En ik hoop dat jullie echt een Bijbel openpakken. Dag lievers.